van de laaggeletterden heeft ongeveer 47% een baan. Heeft u ook moeite met lezen en schrijven? U bent niet de enige. Heel veel mensen schamen zich hiervoor en praten er niet graag over. Ook op het werk. Probeer er met mensen in uw omgeving over te praten. Dat lucht op en zij kunnen u verder helpen. U kunt bijvoorbeeld een cursus lezen en schrijven voor volwassenen volgen, maar ook zelf oefeningen maken in een gratis werkboek. Als ik ergens heen ging en ik wist dat ik schrijven moest, had ik meestal een papiertje in mijn portemonnee waar het op stond. En dan kon ik het zo overschrijven. Ik ging vooruit in mijn werk, zeg maar. Ik kreeg meer klussen alleen. En daar is schrijven en lezen, wordt dat steeds belangrijker. Nou, ik schaamte ermee mee vooral. Want ik wilde altijd liever dat iemand erachter kwam via mijn mond, dan dat ze het zagen. Als je niet schrijven kent natuurlijk, dan stoot je steeds in je neus natuurlijk. Dat ga je steeds omzeilen. Als ik vergaderingen had, zeg maar, en je moest een notulen maken, nou, dan had ik altijd dat ik zeg, had iemand bij me die notulen maakte. Ik speelde altijd wel open kaart naar mensen toe, maar ik, bijvoorbeeld als ik naar een verjaardag toe ging, kocht ik mij altijd al een kaartje waar ik gefeliciteerd op stond. Dan hoefde ik alleen nog mijn naam op te zetten en dan was het klaar. Nou, ik ben de cursus gaan doen lezen en schrijven, dus dat is nog anderhalf jaar geleden. Ben ik daarmee begonnen en nou ja, dat gaat heel goed. Ik heb besloten een cursus te doen na heel veel jaar eigenlijk. En dat heeft mij opgeleverd tot ik mijn schaamtegevoel heb ik overwonnen. Het is in een lokaal van een hogere school. En dan zit je met z'n tienen of elven. En je wordt voor die tijd word je getest hoe ver je bent. En daarvan uit wordt er met je gewerkt. Ga je op een eigen niveau, ga je leren. Ja. Dat vind ik het mooie, er zit niet echt dwang achter. Het heeft niks met leeftijden te maken. Want je kan, als je 70 bent, kun je het nog wel doen. Dat probeer ik ook mensen wel eens te zeggen. Van, je moet het gewoon doen. Probeer nou eens, ga er gewoon naartoe. Draai je een paar lessen mee, dan kan je altijd nog een besluit nemen. Nou ja, dan hoor je er even meer erbij natuurlijk. In de maatschappij. Want als je zelf niet kunt schrijven, nou, dat is een ramp hoor. Ik ben onafhankelijker en gelukkiger geworden door de cursus, absoluut, ja. We komen in een maatschappij waar veel meer gelezen moet worden, geschreven moet worden. En daarom denk ik van, je moet het gewoon proberen. Doe het gewoon. Heeft u moeite met lezen en schrijven? Praat erover met collega's. Of bel 0800 023 4444.